En ik heb hier altijd zien rijden, lange kolonnes. Hoeveel auto's deden mee? Of vrachtwagens? Ja, dat verschilt. Maar ik denk te veel om te tellen, zeg maar. Ja. Maar het is altijd waanzinnig. Gewoon die herrie en al die enthousiasme van die mensen. Hoe vond je dat als je daar hoog in die wagen zat? Ja, ik vind het zelf geweldig. Ja, ik vind het is mijn beroep, het is mijn vak. Ja. En ik denk dat net zoveel andere chauffeurs hier het net zo geweldig vinden. Ja. En het is gewoon leuk om wat te kennen doen. Hey René, draai eens om. Hey, goedemiddag. Hoi René, vrienden van de Gelovendrukkers, vertel eens, wat gebeurt er vandaag? Nou, vanavond is het afscheidsfeest van de stichting. We zijn al 15 jaar zijn we bezig. Of eigenlijk al langer, maar 15 jaar dat ik het doe. Maar wat doe je en wie is de stichting? Nou, de stichting is Stichting Gelovendrukkers. Dat is opgezet om mensen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking een leuke dag te bezorgen. Ja. Door middel van een rondje te rijden met vrachtwagens. Een hele, hele, hele mooie jongens. Ja. En ik heb jullie ook zien rijden jarenlang. Ja. En dit jaar gaat het helaas niet meer door. En waarom niet? Nou, dan moet ik het proberen netjes te houden. Door bureaucratisch geromslomp. We krijgen het gewoon niet meer rond. Jammer dat de truck nu niet helemaal gereden wordt. Ja. Want dat was echt het mooiste. Ja. Ja. Met de motoren de kruispunten afzetten en een enthousiaste bewoners langs hier rijden. Ja, dat was prachtig. Ja, het was altijd een feestje, die klappende, joelende mensen. We staan hier ook allemaal met een dubbel gevoel. Ja. En we hebben het zo lang gedaan en we hebben ons... Ja, je kan eigenlijk maar zeggen ontzettend moeilijk gemaakt al die jaren, want we wilden het zo veilig mogelijk doen, dus met heel veel begeleiding, ook naar de cliënten die meereden en naar de chauffeurs en voor de mensen die langs de weg stonden. Maar we krijgen gewoon de vergunning niet meer om. Jaren meegereden en vandaag? Laatste keer dat hier het van graven mogen komen, helaas. En wat doe je vandaag hier? Rondkijken bij de afscheid van de truckrun. En je ging elk jaar mee, hè? Ja, zeker. Een hele leuke rit naar Egmond. Maar helaas, van leuke dingen komt het eind. Wat zie je er prachtig uit, feestelijk. Waarom? Dankjewel, dankjewel. Nou, het is natuurlijk feest vandaag. Alle cliënten die mogen met de vrachtwagens komen rijden. Nee, die rijden deze ronde, maar ja. Ze mogen wel kijken. Ja. En als het straks het donker is, dan gaan al lichtjes aan. Dus het is gewoon gezelligheid en ik probeer er een beetje een steentje aan bij te dragen. Dan. Hey, en je wil beroemd worden, hè? Ja. Beroemd op televisie? Ja. Nou, en vandaag ben je op RTV Heemskerk. Ja. Je was net verkeersregelaar en nu loop je lekker rond. Ja, inderdaad. Ik wil ook alles even kijken. Tuurlijk. Ik vind het wel jammer dat ze weggaan. Ja. Maar wat weggaat? De truckrun? Nee, de truckrun die stopt ermee. Ja. En dat vind ik heel jammer. Ja. Maar ik denk met jou heel veel mensen, heel veel Heemskerkers. Nou, ze hebben wel veel plezier met mij. Ja. Maar ik mag jullie, dames en heren. Rink en René met trots meedelen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om jullie beiden, Melchert Rink en René Penning, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Kijk, van deze kant komt hij aan. Okay. Het ziet er gewoon mooi uit, de kleuren matchen mooi, leuke lampjes.